Vrijdag 14 oktober was de aftrap van de campagne Ik val op. Tijdens de campagne worden fietsers geattendeerd op het belang van fietsverlichting. Jaarlijks gebeuren er nog veel ongelukken omdat fietsers niet goed te zien zijn. De fietsverlichting van voorbijgangers werd gecontroleerd en waar nodig vervangen. Ongeveer 1 op de 3 fietsers heeft geen fietsverlichting of geen goede fietsverlichting. En bij jongeren, de doelgroep waar we voornamelijk op focussen, is dat zelfs 1 op de 2. Dus de helft van de mensen heeft geen goede fietsverlichting. Dus ja, dat is best wel erg. Ja, ik denk dat het in ons aller belang is dat je, als je in het donker aan het fietsen bent, dat je opvalt. En dat een ander, dat met name auto's, je kunnen zien. En ook scooters. Dus het allerbelangrijkste is dat je geen ongeluk krijgt. Vorig jaar waren we hier ook, omdat er toen een fietslichtparade gehouden werd. En de gemeente Ede die wil fietsstad 2018 worden. En draagt dus een heel warm hart toe aan de veiligheid van de fietsers. En vandaar dat onze campagne heel goed past bij de gemeente Ede. En daarom staan wij hier vanavond. Dit is de reflector natuurlijk. Ja, die werkt natuurlijk wel als er licht op schijnt. Maar deze, kijk, helaas. Dus het is voor meneer hartstikke fijn dat wij een nieuw lichtje erop kunnen maken. Mijn dochter is begonnen met rijles, dus dan ben je 18 en dan ga je achter het stuur van een auto zitten. En die kwam binnen en die zei, die fietsers, je ziet ze geen eens. Waarop ik zei, zo ben jij ook. Want nou ja, heel vaak moet ik ook even kijken bij haar achterlicht of die het nog doet. En haar voorlicht. Dus ja, ik ken het uit eigen ervaring en ik denk dat we dat allemaal wel een beetje kennen. Zodra je auto gaat rijden en je schrikt van een fietser die ergens opeens opduikt, zonder verlichting. Dan is de schrik vaak van, oh, ik heb het gelukkig niet geraakt. Maar stel je voor dat je iemand raakt die zonder verlichting rijdt. Dus ja, ik denk dat we het allemaal wel kennen. Ik weet wel, als ik in een auto zit en iemand zonder licht gaat de rotonde over, dan ben je gewoon niet zichtbaar in donker. Dus dat vind ik gewoon eng. En vooral mijn kinderen wil ik dat ze goed gezien worden. Het is altijd wel heel leuk, want mensen schrikken in eerste instantie, want ze zien het stopbord en ze denken, oh jee, ik heb mijn licht niet op, wat gaat er gebeuren? En vervolgens dan worden ze staande gehouden en dan blijkt het dat het eigenlijk één groot feest is. Want als ze geen licht hebben, dan krijgen ze van ons nieuwe werkende lampjes. En als ze wel licht hebben, dan krijgen ze een leuke gadget. Dus ze gaan nooit met lege handen weer van ons team vandaan. Dus, Veiligheid. Je laten zien op de fiets is heel belangrijk. En misschien ook even niet dat mobieltje gebruiken op de fiets. Dus ga even niet zitten appen, maar kijk om je heen. En vooral laat je zien. Zodat een ander die in een auto zit of op een scooter of een andere fiets ook jou ziet. En dat je gewoon veilig en heel op die plek komt waar je verwacht wordt.